Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Sorry voor mijn haar. Het is vandaag een heel bijzondere dag, want niet alleen zijn we volop bezig met allemaal spullen te verhuizen voor mijn appartementje. Ja, het is heel raar, maar 2 dagen geleden had ik alleen nog maar een tv-meubel en een tv. Voordat jullie gaan denken van, hé, je had toch al een tv, waarom een nieuwe? Dat is gewoon, het hoort bij mijn abonnement van Proximus. Ze deden een actie. En als je dan bijvoorbeeld een internetaansluiting bij Proximus nam, ja, dan had je dan je cadeau. Bijvoorbeeld een tv of een laptop, weet ik veel. Dus vandaar, ik heb dus een tv. Ik schaam me ervoor, hij is enorm groot. Gisteren is er dan naar de winkel geweest, naar de IKEA. Mijn bed is besteld. Ik heb een frigo met diepvries. Kleerkast, dat weet ik niet of dat die al mee is. Wat was het nog? Mijn zetel. Mijn zetel en mijn bed, dat weet ik, dat moet nog gehaald worden. Mijn bed dat is besteld, maar mijn zeteltje dat moet nog gehaald worden. Maar dat gaan we later doen met mijn onkel. Ja, wat hadden ze nog mee? Ah ja, een tafel en 4 stoelen hadden ze ook mee. En ik denk dat zo'n beetje is. Mijn eigen kleerkast neem ik mee, trouwens. Maar goed, ze zijn dus nu volop alles aan het in elkaar steken voor zover dat ze het kunnen. Dus dat is wel fijn. Dan moet ik achteraf alleen nog maar mijn kledij en zo meepakken. En alle andere zaken zoals bestek en borden en noem maar op. Maar daarvoor ben ik niet alleen blij. Ik ga vandaag naar de boerderij. Het is vrijdag. En dat niet alleen. Ik ga proberen om op de boerderij te vloggen. Voor jullie. Want er gaat namelijk iets heel bijzonders gebeuren. Peter van de Veire komt naar de zorgboerderij. De meeste Vlamingen onder ons, Belgen onder ons, zullen ongetwijfeld wel weten wie Peter van de Veiren is. Dat is een presentator, een radiopresentator op M&M. Sorry voor mijn Nederlandse kijkers, die zullen het waarschijnlijk horen donderen in Keulen. Maar ja, dat is dus Peter van de Veiren. Ik ben een enorme M&M-fan. Dus ik ben super blij dat ik die straks kan ontmoeten. Dat is ook voor de warmste week. Ze doen met de boerderij een actie of zoiets voor de warmste week. En daardoor komt Peter van de Veire naar de boerderij. En zijn we ook live te zien en te horen op M&M. Dus ja, spijtig is, als jullie deze video zien, is het natuurlijk al lang gepasseerd. Maar ik heb het op Facebook laten weten dat wij met de boerderij van 12:30 tot 14:30, ik dacht dat dat tot 15:00 was, maar het is van 12:30 tot 14:30, zijn wij te horen en te zien op M&M. Niet constant, maar we komen er naar het schijn 2 keer in. En ik heb gevraagd of ik mag filmen en ik mag filmen. Dus ja, happy, happy. Ik weet niet in hoeverre dat ik vandaag nog beelden ga laten zien, maar ik hoop dat ik toch een beetje kan laten zien. Dus, haha! Ben aangekomen op de zorgboerderij. Je kon het daar juist misschien al zien. Ik had een klein stukje gefilmd van de auto van M&M. Peter van de Veiren heb ik dat juist gepasseerd. Maar ja, ik ga die respect zal ik zeggen, niet filmen. Ik zie er heel charmant uit met mijn mondkapje. Ik heb er een dubbele knoop in gedaan, want mensen met een bril, je weet wel, hè, je ziet het op en aan. Ik mag dus vandaag gaan filmen op de zorgboerderij. Ik zal laten zien dat we bezig zijn met de warmste. Voilà. Of je het kunt zien. Ja, het is een bijzondere week door monsieur corona, dus ja. We zullen het maar zo moeten doen. Voilà, ik neem jullie mee. Ik heb een cameraman van dienst die dat ik niet expres ga filmen. Alhoewel, voilà. Hallo. Dus voilà, we nemen jullie in zover mogelijk mee. Mensen dat dan niet in beeld willen komen, ja, of course, die gaan we niet gaan filmen. Dus voilà, ik neem jullie mee. Voilà. Ja, uiteraard eerst handen ons met de mensen. Heel belangrijk.
kun je dat hier niet, want die pomp is heel irritant. Hier een beetje verder staat ook een ding, een pompje op tafel. Voilà. Veiligheid voor alles, hoe zeg je dat? Hola. Als het wilt werken, zegt. Voilà. Bah, dat stinkt verschrikkelijk. Hier heb je de piste. Om de 2 weken volg ik hier hypotherapie. Dus ja, gelijk nu zondag ga ik ook hypotherapie volgen. De paardjes die staan denk ik op de wei. Hier hebben we ons hooi en het stro voor al de dieren. En hier van onze poesjes, hè? Poesje. Die liggen hier altijd goed te maffen in het stro. De meststoep, niet interessant. Voilà, de meststoep. Toilet, niet vergeet. Ja, als we het filmen, dan doen we het goed. Ah, ja, moet. Hier zitten keiskappen konijnen, maar ze zitten in een koep. Dus ik weet niet wat je ervan kunt zien. Ja, gisteren kwamen ze eruit, maar nu ja, kun je ze niet goed zien. Het is te nat, hè? Ja, ze hebben gelijk. Ze blijven erin. Ik zal dat ook doen. Ja, dan heb je hier ook nog de parken, maar uit, ja, ze zijn daar van M&M aan het filmen. Dus ze zijn al daar. Dat doen we hier. Hier zitten ook konijnen. Maar je ziet ze ook weer al. Wederom niet. Ja, daar. Ze zijn camera-schuw. Gelijk de meestal. Ja, hier heb je ook nog beesten zitten. Schapen en geiten. En normaal gezien ons grote attractiebeestje van heel de boerderij. Ons wondertje, onze kleine babyalpaca. Maar ik weet niet of we ze kunnen vinden. Ja, ze is aan het eten. Helemaal verzopen. Daar. Het zijn schatjes. En daar zitten de rest van de konijnen, in het konijnenhotel. Ja. Geiten, dat heb je al gezien ondertussen. Ja, voilà, de geiten. In de chalet ga ik niet gaan filmen, maar daar zitten ook nog een waterschildpad, baardagame. Als je niet weet wat dat is, dan moet je dat mannetje googelen. Lang leven Google, lang leven internet. Mijn cameraman ligt al strijk van het lachen. Hier zit ons knor. Daar zit ons knor. De grootste varken letterlijk van de boerderij. En daar geven wij geregeld wel wat eten aan. Ja, die eten zo gezicht wel hè, wat prei of een appel of eender wat. Daar staat ook nog een paard, Jota. Maar ik weet niet of je ze kunt zien. En als je iets hoort fluiten op de achtergrond, dat is onze volière. Eén gouden tip als je binnen gaat in de volière, zet je kap op, want daar vliegen de vogeltjes rond dat gewoon mag altijd ofwel op je schouder ofwel in je kap gaat zitten. Voilà. Oké, dat was de kleine rondleiding. Drift gaat langer mee. Ja. Niet uitkruipt wel, ja. Op de hemd te schuiven. Thank you.
chance. Dat water. Ik zie jullie in de steek gelaten. Allee. Ooit al een baard aan gaan zien. Hier zit er een. Of daar. Nee, gaat maar doen. Oké, maar. Ik heb een dag. Ik heb een spot. Nog mijn vlog. Mijn vlogs. Hé, dat was mijn dag wel. Ik heb niet veel meer gefilmd. Omdat, ja, weet je, er loopt voortdurend volk rond. Uiteraard doe ik wel veel meer dan alleen maar een rondleiding geven en een afwas. Normaal verzorg ik de dieren ook een beetje mee. Maar ja, met dat bezoek van Peter van de Veire kon ik dat allemaal niet filmen. Het was serieus leven in de brouwerij. Ik, met mijn grote mond heb ik niet durven vragen of dat mee wou in de vlog. Hij was er nogthans wel van op de hoogte, heb ik achteraf gehoord. Maar fijn. Ik heb alleen maar gevraagd om met hem op de foto te gaan. Die dat je hier of daar rechtsboven ziet in beeld. Dus ja, het is niet omdat ik een grote mond opzet voor de vlogcamera. Of mijn stoute laarzen in dit geval durf aantrekken. Dat ik ook alles durf daarbuiten. Maar goed. Nu hebben jullie een beetje de boerderij gezien waarover dat ik altijd vertel. Ik wil ook Toby bedanken voor mij mee op sleeptouw te nemen om mijn cameraman van dienst te zijn. Nog eens dank u hiervoor. Melissa, je hebt het echt supergoed gedaan. Uw interview, ik kijk er naar uit. Om maandag, ik ga dit ook naar jullie zeggen, maar ja, eens dat mijn video online staat, is het natuurlijk al gepasseerd. Maar laat het u vooral niet tegenhouden om een keer vanaf maandag een keer op de site van M&M te gaan kijken. Want maandag, voor mij is dit nu aanstaande maandag, dus dat is maandag door de 14e december. Dat is voor jullie dan al lang gepasseerd, maar wanneer deze video online komt, mag je zeker eens gaan kijken op de site van M&M. Dan staat het interview online en wie weet ziet je mij wel passeren in de video, alleen de montage van M&M, want ze hebben mij toch nog gefilmd als ik de baardagamen aan het doen was. Dus wie weet, ik ben degene met de zwarte jas aan. Maar nogmaals, Melissa, je hebt dit supergoed gedaan. Ze had geen betere presentatrice, rondleidster, hoe dat je het mag noemen, kunnen vinden. Echt, je mocht er fier op zijn. Ik ben ondertussen thuis, zoals je kan zien. Ik heb gedoucht. Update van mijn appartementje. Ze hebben heel veel geknoeien met tafel en stoelen in elkaar te zetten. Maar ja, het is IKEA voor iets. Hè. Dat is een puzzel op zich. Nog eens dank u wel, nonkel, om mijn ouders te helpen hierbij. En nog eens bedankt al op voorhand voor de komende tijd dat je gaat helpen. Het gaat iets heel mooi worden, naar het schijnt. Papa had tegen mij ook al gezegd van, jij gaat pas komen kijken als het af is. En daar ben ik heel blij om. Want ik krijg er stress van. Ik moet geen stress hebben. Ik moet geen stress hebben. Ik maak stress van zaken dat niet moeten. Maar ik denk dat dat dan met mijn hoogsensitiviteit ook een beetje ligt. Mijn ouders zijn dan ook een beetje nerveus. Ze willen alles goed op tijd klaar hebben en in elkaar gezet hebben. En ik voel hun nervositeit. Ook al zeggen ze dat ze niet nerveus zijn, automatisch zijn ze nerveus. Wat dan logisch is, want dit is ook voor hen een grote stap. Dus
Goed, ik ga mijn video afsluiten. Vond je dit nu een leuke video? Geef het een duimpje omhoog. Abonneer nog even hier beneden op mijn kanaal, zodat je niks van mijn video's moet missen. Tips zijn ook altijd welkom, eveneens als reacties. De mensen van M&M wil ik ook eventjes bedanken. En met name ook Peter van de Veire. Dank u dat je met mij op de foto bent geweest. En dank u dat je toch de tijd hebt genomen om ons initiatief van de zorgboerderij toch een keer even te komen bewonderen. De zorgboerderij verdient echt wel een dikke duim omhoog en een serieuze vlam. Voor mij zijn ze echt wel een rots in de branding en echt wel een happy family voor mij. Dus Ellen en de zorgboerderij, nog eens bedankt. Peter van de Veire, ook nog eens bedankt. En dan zie ik jullie graag binnenkort weer met een nieuwe video. Salutjes!